De schaduw van het wereldkampioenschap is nauwelijks merkbaar in Lichtervelde. Het deelnemersveld mag er best zijn. Wie 6 World Tour ploegen aan de start mag verwelkomen, heeft geen enkele reden tot klagen. En een deel van die renners hebben de kleppers die morgen in Firenze van start gaan aan het werk gezien. Oh, ik denk, wie Sagan klopt, die gaat er heel dichtbij zijn. En dan is het gewoon... Ja, de Nibali, Gilbert natuurlijk. De Cancellara verwacht ik ook heel veel van. In principe, iedereen zegt dezelfde namen. Hè. Gilbert, Sagan, Cancellara. En ja, ik kan gewoon een naam hokken, maar ik denk dat ik niet meer kan zeggen dan een ander. Diezelfde drie namen die ervoor gaan strijden, denk ik. Mijn naam is vooral Philippe Gilbert, denk ik. Ik denk dat hij de laatste tijd heel veel vertrouwen opgedaan heeft. En Philippe is altijd iemand die toch wel, lijkt misschien wel een speelvogel, maar toch bitter ernstig is als het op die wedstrijd aankomt. En voor mij is Philippe de grote favoriet. Misschien moet hij wel het meeste Greg Van Avermaat vrezen. Dat zou mooi zijn uiteraard. Ja, ik denk wel dat ze elkaar waard zijn en dat ze beide evenveel kansen maken, eerlijk gezegd. Maar Bakelands is er ook nog en die heb ik ook zien rijden in een grote prijs Wallonië en die was heel sterk. Ik denk dat je echt al wel heel ver moet kunnen geraken en dat hij zeker de finale gaat ingaan met de beste. En ik denk dat hij en Philippe samen in de finale gaan komen en dat dan de een voor de ander zich gaat opofferen. Ik denk dat we moeten starten met het gedachte dat Philippe kopman is. En die andere jongens die kunnen misschien wel een beetje anticiperen, maar het hangt er ook vanaf hoe de wedstrijd verloopt natuurlijk. En anders dan, zijn dat de ideale gangmakers voor Philippe in de laatste ronde. Verre outsider Weningen, die maakte wel heel veel indruk zaterdag. Maar dan is ook weer wat het waard is op zo'n parcours. Maar ja, Weningen rijdt al een fantastisch jaar en die kan misschien wel ver komen. Of een Geesink die Quebec heeft gewonnen op een hele mooie manier. Misschien is dat wel de grootste outsider. Ik heb ook wel een vermoeden dat Nibali heel sterk zal zijn. Die kan zeker een klassieker aan en niemand spreekt over hem. Maar ik denk wel dat hij heel sterk zal zijn. En, het is in Italië, dus het is een beetje een outsider voor mij. Het is wachten tot morgen welke namen we effectief ook voorin zullen zien. Intussen laten we het WK voor de profs nog even rusten. Eerst gaan we op zoek naar een opvolger voor de Duitser Marcel Kittel. Kittel won vorig jaar deze omloop van het Houtland in een massaspurt en hij kan zichzelf opvolgen. Normaal Kitteldag, hè. Eerst en vooral het feit dat Marcel Meeren is al eerder defensief gaan rijden. En twee is ook in die orde dat het niet loont om harde dingen te proberen, denk ik. 177 renners komen aan de start in Lichtervelde voor een afstand van 191 kilometer. Verdeeld over één grote ronde via onder andere Jabeke, Gistel, Diksmuiden en Houthulst. En daarna nog 8 plaatselijke ronden in Lichtervelde. Vorig jaar won dus Kittel voor Adam Blythe en Timothy Dupont in een massasprint. En ook nu is het lekker weertje dus in het voordeel van de sprinters. Er is amper een zuchtje wind als het peloton door het mooie West-Vlaanderen fietst. En dat gebrek aan wind is precies het puzzelstukje dat ontbreekt om er een grote oorlog van te maken langs de IJzer. En bij gevolg geen renners die sneuvelen in de streek rond Diksmuiden. Het gaat wel ontzettend snel, het eerste wedstrijduur ruim 52 km per uur gemiddeld. Daarom ook pas de eerste serieuze ontsnapping die er komt na 100 kilometer wedstrijd. 4 renners zijn in de aanval, 2 Fransen en 2 Belgen. Tosh van der Zanden van Lotto Belisol en Guillaume van Kersbulk van Omega Pharma Quickstep zijn de Belgen. Cédric Pinot van FDG en Rudy Kowalski van Roubaix-Lille Métropole zijn de Fransen. Met z'n vieren gaan ze richting Lichtervelde. Het peloton geeft de 4 een beetje ruimte, maar ook weer niet al te veel. Bij het begin van de 8 plaatselijke ronden in Lichtervelde hebben de 4 2 minuten en 45 seconden voorsprong. De plaatselijke ronden zijn iets meer dan 10 kilometer lang. We gaan terug naar de 4. We gaan ze even voorstellen. De man in het oranje is Rudy Kowalski. Hij won dit jaar al een koers in België, de Mosselkoers in Vilvoorde. Is er ook nog die andere Fransman, Cédric Pinot, die reed dit jaar de Tour uit. En ook Guillaume van Kersbulk reed een grote ronde uit, de Ronde van Spanje. Zijn eerste grote ronde
heeft hij tot een goed einde gebracht. En dan is er nog Tosh van der Zande. In mei is een sleutelbeen gebroken, ook pas 22. En heeft deze week zijn contract verlengd bij Lotto Belisol. Die vier zijn dus in de aanval. Het peloton geeft de vier nooit meer dan 3 minuten voorsprong. Er komen dan 2 renners in de achtervolging. Na 143 kilometer wedstrijd is dat. Het zijn Chris Boekmans en de Noor Vegard Breen. Chris Boekmans een beetje een verloren seizoen dit jaar. Maar wil er volgend jaar iets meer van maken natuurlijk. Zij komen bij Rudy Kowalski, want die is er niet afgereden vooraan. Maar die heeft wel een lekke band gehad en die is dus maar al te blij dat deze twee hem kunnen oprapen. Terwijl het peloton toch jacht maakt hoor. Peloton nadert dan al op 1.15 ongeveer van de 3 koplopers. Dus kunnen ze daarvoor in wel wat versterking gebruiken. En dat gebeurt ook. De 3 achtervolgers met Boekmans, Breen en Kowalski rijden naar de 3 vooraan toe. Dat zijn Van Kersbulk, Van der Zande en Pino. En we krijgen dus 6 leiders. En dat is op ongeveer 40 kilometer van de aankomst. Het peloton volgt dan, zoals gezegd, op 1.15. Deze kopgroep is sterker, want met z'n 6 kunnen ze toch dat tempo behoorlijk opdrijven. En dat gebeurt ook. Kijk maar naar de raad die Chris Boekmans geeft. Ronddraaien jongens, want dan hebben we kans. En dat gebeurt ook. Boekmans geeft raad. De anderen begrijpen zijn raad en gaan vol door. Dit is die Noord Vegard Breen. Volgend jaar ook in de Lotto Belisol ploeg van Marc Sergeant. En door die tempoverhoging moet Kowalski als eerste lossen. We zijn dan op een goed 30 kilometer van de aankomst als Kowalski eraan is voor de moeite. Maar door die forse tempoversnelling voorin is de voorsprong wel weer gegroeid naar 1 minuut en 55 seconden. En dus is het hoog tijd dat de sprintersploegen beginnen werken. Met natuurlijk in eerste instantie Argos Shimano voor Marcel Kittel. Vooraan krijgen we dan een paar probleempjes. Pino en Vegard Breen spelen een beetje een spelletje met elkaar en dat is natuurlijk een beetje vervelend voor de samenwerking. Vegard Breen probeert Pino eraf te rijden. Pino die het helemaal niet begrijpt wat die Noor allemaal uitspookt. Vegard Breen trouwens, een man voor het Vlaamse werk en misschien wel de opvolger van Thor Hushovd. 5 leiders dus, maar kunnen zij stand houden? Want het tempo in het peloton is op dat moment zeer snel aan het stijgen. En de voorsprong die zakt geleidelijk aan van 1 minuut 55 naar 50 seconden bij het ingaan van de laatste ronde. Die laatste ronde dat is dus nog iets meer dan 10 kilometer. De 5 ja, die gaan nog altijd behoorlijk snel. Maar in het peloton gaat het zoals gewoonlijk nog een pak sneller. Onder impuls van Jelle Walaes wordt de kloof dus alsmaar kleiner. Jelle Walaes die echt wel indruk maakt in die laatste kilometers daar in Lichtervelde. Hoewel hij geen enkele schijn van kans heeft om te winnen natuurlijk. Maar misschien heeft Michael van Staaij wel hele goede benen. Je weet maar nooit. De 5 die hebben het begrepen. Op iets meer dan 5 kilometer van de aankomst zien ze het peloton echt wel heel dicht naderen. En Chris Boekmans, Tosh van der Zande en Pino, die laten zich inlopen. Van Kersbulk, die geeft zich nog niet gewonnen, die neemt nog even over. Hij probeert de Noor Vegard Breen mee te krijgen. Maar de Noor moet ook kraken. Van Kersbulk enorm sterk, dus duidelijk. De hele tijd in de aanval, leek ook al de sterkste in die kopgroep en geeft er dan nog eens een serieuze lap op met de hoop toch nog te kunnen winnen. 100 meter is een voorsprong op iets minder dan 5 kilometer van de aankomst. Maar is dat voldoende voor een sterke Guillaume van Kersbulk? Hij vecht er in ieder geval voor tot de laatste meter.
Maar dan, op iets meer dan 3 kilometer van de aankomst, ziet hij dat het allemaal verloren moeite is. Ook hij moet buigen voor het peloton. En dan is het uitkijken naar die sprint, naar de voorbereiding van die sprint, in ieder geval in eerste instantie. De witte trein van Argos Shimano probeert op het spoor te geraken. Maar ook Lotto Belisol is aanwezig met Zieberg, die de spurt moet aantrekken voor Jens de Bussere. Want de Bussere is in vorm. Dat heeft hij bewezen vrijdag, vorige vrijdag in Koolskamp, waar hij dus onverwacht een beetje de massasprint won. En eens kijken wat hij ook nu weer kan. Argos Shimano in ieder geval bepaalt het tempo en probeert dat peloton op een lint te krijgen. Want dat is de sleutel tot het succes. En daarvoor moet dat tempo dus heel, heel erg hoog liggen. En dat is ook zo als ze de laatste rechte lijn ingaan met Tom Velers op kop voor Kittel. We gaan dan kijken naar die spurt. We zien ze van heel ver komen. Nog altijd Tom Velers die op kop ligt. En dat is dus allemaal in het voordeel van Marcel Kittel. Pas op 100 meter van de streep gaat Velers opzij. En dan komt Kittel eruit. Prachtig werk van de ploeg. En Kittel die het afmaakt voor Bouhanni en Jens de Bussere. Graham Brown wordt vierde. Van Ummel is vijfde. Michael van Staaien achtste. En Timothy Dupont tiende. Maar vooral onthouden we natuurlijk dat Kittel opnieuw kan winnen. Very happy that that I won today. Since the Tour de France, it wasn't easy with all the stress. I felt really empty, and I can feel that I'm coming back now. That also the confidence is coming back, and cycling is finally a bit fun again. So yeah, I'm proud, and it was my second last race. I have only one to go. And yeah, it's good to finish the season that way. J'ai usé beaucoup d'énergie avant le sprint pour pouvoir prendre la roue parce que aujourd'hui on n'avait pas une équipe, on était 7 et on n'avait pas de lanceur. Donc Arnaud Démare et moi on faisait le sprint mais sans lanceur, donc c'était un peu difficile avant le sprint pour trouver ses marques. Donc voilà, j'ai réussi à reprendre la route de Kittel, mais j'ai pas pu doubler dans les 200 derniers mètres, je suis remonté au pédalier et c'est tout. Na mijn overwinning in Koolskamp heb ik heel veel vertrouwen gekregen eigenlijk. Van de ploeg, van mezelf ook. En ja, dat is wel plezant. Want top 3 rijden met Kittel, met Bouhanni, ja, dat is een dikke uitslag, hè? Ja, dat wel. Zeker in schande van iemand te verliezen in een sprint. Zijn geroutineerde sprinters eigenlijk. En ja, het is mooi, ja, derde plaats. Was this the perfect year for you? I think so, yeah. When I look back so far, that was, yeah, by far the best year that I had in my professional career. With the 4 wins in the Tour, with 16 wins in general. It was very, very successful for me and for the whole team. And I'm very proud on it, yeah. Dames en heren, Marcel Kittel! Geef hem een applaus, een daverend applaus. Zowel Marcel Kittel als Lichtervelde zijn blij met de overwinning. De Duitse spurtbom heeft dit jaar de ongenaakbaar gewaande Mark Cavendish van de troon gestoten. Volgend jaar zal iedereen nog meer naar de Duitser kijken in de massaspurten. En hopelijk zien we hem dan ook weer terug in de omloop van het Houtland. Ook Nasser Bouhanni.